Dames en heren, op 17 november, laatstleden, is op 83-jarige leeftijd Willy Kuipers, eerlid van dit Vlaams parlement, overleden. Ik geef bij deze graag het woord aan Wilfried van Dalen, fractieleider van de N-VA. Ja, dank u, voorzitter. Collega's. Willy was een overtuigd pacifist en bezorgd om het leefmilieu. Ik zie hem nog vastgeketend aan een trein met kernafval in Zeebrugge. En als hij op een betoging niet zelf was opgepakt, wat doorgaans wel het geval was, dan maakte hij er een erezaak van om niet naar huis te gaan voor de laatste betoger door de Rijkswacht op vrije voeten was gesteld. Willy Kuipers was een man van het volk en was een man van de volkeren. Een man van het volk. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel en was sociaal in woord en in daad. Zijn huis in Heeren stond open voor al wie het moeilijk had. Van daklozen over vluchtelingen uit Somalië en Roemeense weeskinderen. Maar ook een man van de volkeren. Hij trok zich het lot aan van volksgemeenschappen die werden verdrukt of de armslag niet kregen die zij verdienden. En hij spande zich in voor hun culturele en politieke rechten. Dames en heren, we nemen afscheid van een monument van het volksnationalisme. Een monument ook van dit parlement. Vaarwel, Willy, en bedankt namens zovelen die door jou werden geïnspireerd. Collega Van Dalen, ik wil u bij deze bedanken voor de zeer lovende en mooie woorden die u hebt uitgesproken over Willy Kuipers. Mag ik dan nu verzoek tot een aantal momenten van stilte in acht te nemen? Dank u.